Nou, ik moet je zeggen, het is een heel vruchtbaar jaar geweest, 2013. Als ik mag terugblikken, dan moet ik wel zeggen dat op nationaal vlak het zo is dat we vorderingen hebben gezien. We hebben gezien dus dat er zware investeringen zijn gepleegd in de agrarische sector, onder andere rehabilitatie van de infrastructuur. We hebben gezien dus dat irrigatie, watervoorziening is verbeterd. De MCP heeft altijd op tijd de pompen in werking gesteld. We hebben gezien dat de voorlichting via ADRON ook is opgevoerd. We hebben gezien dat voorziening van hoogwaardige kwaliteit zijzaad is ook opgevoerd. Wat uiteindelijk heeft geresulteerd tot een verhoging van de inzaai van paddy. En natuurlijk is het zo dus dat aan de andere kant je problemen hebt op de internationale markt, waarbij vanwege de stijging van de wereldvoorraden de prijzen van rijst niet zijn toegenomen. Dat betekent dus dat we natuurlijk toch wel wat werkzaamheden moeten verzetten op andere gebieden. Kortom, ik mag heel tevreden terugblikken. Er is enorm veel werk verzet. Al bij al, 2013 is niet het beste jaar geweest voor de boeren. Als we kijken naar de internationale omstandigheden die de prijs hebben laten kelderen een beetje. Als het aan ADRON ligt, mogen we stellen dat 2014 een beter jaar wordt voor de boeren? Nou, u weet dus dat een van de belangrijke goals van ADRON is om de concurrentiepositie van de sector op te voeren. Wij proberen dat via betere zijzaadvoorziening, omdat je kan natuurlijk een ras hebben met een hoge potentie, maar wanneer je niet een raszuivere zaad hebt, dan heb je dan ook weinig eraan. Dus wij proberen via langs die kanalen in feite een bijdrage te leveren aan de opvoering van de concurrentiepositie. Als directeur ADRON, uw wensen voor het jaar dat afloopt en het nieuwe jaar dat op komst is? Nou, ik wil sowieso het volk, de landbouwers, alle stakeholders in feite betrokken van die rijstsector een zalig uiteinde te wensen. Ik moet zeggen dat ik trots ben op onder andere de producenten, dat zij tot nu toe toch wel zoveel bijdrage hebben geleverd aan de economie, doordat zij het volk voorzien van hoofdvoedsel.